Mevrouw Ebbrink-Vonk woont in zorgcentrum De Posten. Daar vierde ze haar verjaardag met koffie, taart, naast de familie en de burgemeester. Nou mevrouw, wat vindt u ervan om de oudste inwoner van Enschede te zijn? Oh, dat vind ik vandaag wel goed. Ik vind hier nou wel gezellig, dus. Heeft u een tip voor andere mensen om zo oud te worden? Oh. S'avonds een borreltje. Is Enschede erg veranderd door de jaren heen? Hoe nogal. Ja, voor mij of nou wel veel, want ik ben verhuisd, dus ik zit nou ergens anders. Ik heb vroeger altijd ergens anders gewoond. Het is heel gebruikelijk dat wij jubileumverjaardagen, zullen we maar zeggen, dat we die bezoeken. Hè. Als iemand 100 jaar wordt, dan komt de burgemeester op bezoek. En als je de 100 gepasseerd bent, dan is het ieder jaar prijs. 101, 102, 103, 104, 105 en nu 106. Ja. En als je de oudste inwoner van Enschede bent, dan mag toch op zijn minst de burgemeester wel even komen feliciteren. Ik ben hier maar tijdelijk burgemeester. Maar ik heb de eer om in mijn periode dat ik hier zit voor 8 maanden, als overbrugging tussen de vorige burgemeester, de oudste, en de komst van de nieuwe burgemeester, om de oudste inwoner van Enschede te feliciteren. En dat is leuk. Dit zijn altijd de leuke dingen van het werk. Ja. De humor zit er nog in. Ze is toch bij de tijd. En dat na 106 jaar.